ademhaling. Dat is de basis van alles tijdens het zingen. En vandaag doen we er samen een vocal workout over. Hier gaan we. Hallo, mijn naam is Maggie van zanglesmetmaggie.be en ik ben hier om jou nog beter te leren zingen. Ik wil samen je grenzen verleggen, je grootste zangdoelen bereiken en vooral onderweg ook je zelfvertrouwen een boost geven tijdens het zingen. Als je graag het beste uit jezelf blijft bovenhalen, abonneer je dan zeker op dit kanaal. Zo blijf je elke week op de hoogte van nieuwe tips en tricks in verband met zingen. Goed, ben je klaar? Vandaag is het een vocal workout in verband met onze ademhaling. Nu, voor we erin vliegen, is het van essentieel belang om je stem op te warmen voor we de workout gaan doen. Dus, ik heb daar allemaal voor gezorgd. Ik heb een ultieme opwarming die je helemaal gratis kunt downloaden. Dat is een mp3 en een pdf die je stap voor stap begeleidt om je stem op een gezonde manier op te warmen. Dus pauzeer deze video, ga de opwarming downloaden. De link vind je in de beschrijving hieronder. Doe de opwarming en kom dan terug en dan kunnen we aan de workout beginnen. Alright, onze ademhaling. Laten we eerst eens gaan kijken hoe we moeten ademen tijdens het zingen. Nu, alles over ons middenriefademhaling, alle theorie er rond, heb ik al uitgelegd in een andere video. Ik link er ook in de beschrijving hieronder naar. Dus als je daar curieus naar bent, als je alle theorie erover wilt weten, kan je die video zeker wel eens gaan bekijken. Vandaag gaan we focussen op praktische oefeningen. Dus, hier gaan we. Blaas eens alles uit. En adem in. En op een hele lange S uitademen. Blijf dan maar verder doen. Je gaat voelen dat naarmate die lucht verdwijnt, die buikspieren opspannen. En als je niet meer kan, laat je die buikspieren gewoon los. En voel je dat je automatisch wordt bijgevuld. Dus je buik gaat uitzetten. Dat is de basis van alles. Dat is ons middenrif ademhaling. Oké, met dat in ons achterhoofd, die reflex dat we daarnet hadden, dus onze buikspieren die samentrekken en terug loskomen, dat is de focus van vandaag. En we gaan beginnen vandaag met één noot, namelijk deze. En we gaan deze noot op een zzz zingen en we gaan hem zo lang mogelijk proberen aanhouden. Dus we gaan hem aanhouden zolang de piano aan het spelen is. Dus dan krijgen we... Ik voel mijn buikspieren, dan laat ik los. We gaan dat hoger en hoger doen, maar ook trager en trager. En dat is waar het moeilijk wordt. Oké, zijn we klaar. Goed inademen. Probeer niet hier te ademen. Dat heeft helemaal geen zin. Dat gaat alleen maar voor spanning zorgen. Probeer echt die buik vol te pompen. Ook al gaat dat eigenlijk niet. Allee, je moet je longen vol pompen. Maar je gaat voelen dat die buik uitzet. Oké, hier gaan we. Super goed gedaan. Halftoontje hoger, ietsje trager. Alright, volhouden. Nog ietsje trager. Hier gaan we. En... bij doen? Ik denk het wel. Oké, hier gaan we. Super geweldig. Dus hopelijk heb je die buikspieren voelen samentrekken en terug automatisch wordt bijgevuld met lucht. Dat is de focus van deze oefening. Oké, de volgende oefening gaan we op een do 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 gaan zingen. En het gaat als volgt. We doen do 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 do.
En hier weer al hetzelfde. We gaan snel beginnen, maar trager en trager en trager gaan, waardoor je die buikspieren gaat voelen samentrekken. En dan laten we ze los en worden we automatisch terug bijgevuld. Alright, zijn we klaar. Hier gaan we. Halftoontje hoger, iets trager. En doe, 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 doe. We zijn keigoed bezig, nog trager. Volhouden. Hier gaan we. Doe, 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 doe. Ja, geweldig. Durven we er nog een laatste aan toe te voegen? Hier gaan we. Oké, de volgende oefening is gebaseerd op Read All About It van Emily Sandé. En in dit liedje heb je eigenlijk heel veel ademhalingsmomenten waar we op moeten letten. Een van die momenten is op het einde van het eerste strofje. Heb je... So come on, come on, come on, come on, you got a heart as loud as lions, so I let your voice be tamed. En dan pas kan je pas ademen. Dus je hebt... Come on, come on. Ademen. Come on, come on. So, you got a heart. En dan zijn we direct vertrokken. Voilà, we gaan dat eens proberen. Dus mag maar één keer ademen. Hier gaan we. 1, 2, en... So come on, come on. Ademen. Come on, doortrekken. You got a heart as loud as lions. So I let your voice be tamed. Yes! We gaan hetzelfde doen, maar iets trager. Hier gaan we. En come on, come on, ademen. Come on, come on, you've got a heart as loud as lions, so I let your voice be tamed. Voel je die buikspieren samentrekken? Dan zijn we keigoed bezig. Nog een laatste keer, maar nu nog trager. Hier gaan we. Ik hoop dat deze vocal workout je heeft geholpen om dat gevoel hier te voelen. Die buikspieren die constant samentrekken en dat we dan loslaten en automatisch worden bijgevuld met lucht. Dat is de basis van alles tijdens het zingen. Dus dat is een superbelangrijke workout vandaag. Zo, ik hoop dat je deze video leuk en waardevol vond. Is dat het geval? Geef mij dan zeker een like of een dislike, maakt niet uit. Deel deze video met uw zangbuddies die hier waarde uit zouden kunnen halen. En dan zie ik je heel graag volgende week terug. Dag! Zangles met